Even iets heel anders. Vorige week reed ik over de Ring van Utrecht. Niets vermoedend in de 3FM-bus. Het was klote weer. Maar goed, ja, dat zijn we inmiddels ook wel gewend in Nederland deze zomer. En op een gegeven moment kijk ik naar de andere baan. Ik denk, wat rijdt daar nou? Het was klein, het ging verschrikkelijk langzaam. En toen ik dichterbij kwam, toen ik langs reed, zag ik dat het een oud mannetje op een scootmobiel was. Op de Ring, waar auto's veel te hard rijden, levensgevaarlijk dus. Heel even dacht ik, doorrijden, want iedereen rijdt toch door, gut, ja, dat is zijn probleem. Maar ik ben omgekeerd, achter de man aangereden en ik heb de bus horizontaal op de Ring gezet, zodat niemand er nog langs kon. Uit de auto gestapt, achter de man aangerend en ik heb gevraagd, wat bent u aan het doen? De man kon niet praten, lang verhaal kort. Ik heb hem achter in de bus gezet, scootmobiel erbij. Ik heb hem pen en papier gegeven, hij heeft gegevens opgeschreven. Hij had een soort van canule, waardoor hij niet kon praten, vandaar dus pen en papier. En ik heb hem thuis gebracht. Maar ik dacht daarbij gelijk, volgens mij ben ik niet de enige die ooit iemand op een rare manier is tegengekomen onderweg of ooit iets is tegengekomen. Iets raars, weet je wel. Iets wat van de vrachtwagen is gevallen, is blijven liggen. Lege auto's, hardlopers, paarden. Nou, dus, wat van de vrachtwagen is gevallen, ligt meestal bij mij thuis. Ja, dat sowieso. Maar heb jij dat nooit gehad? Dat ik een iemand op een scootmobiel tegenkwam. Nee, maar bijvoorbeeld iets anders. Bijvoorbeeld iets mega groots, een IKEA-kast of zo. Of een lege auto. Ik heb toch al veel van die verhalen gehoord van mensen die zeggen van, nou, wat ik nou toch onderweg ben tegengekomen. Nou, wat mij wel opvalt, is dat ik heel vaak gewoon een enkele schoen op de weg zie liggen. Dat is misschien wel weer niet zo spannend als jouw verhaal. Ik had ook afgelopen week, ik reed naar Eindhoven, de gekste. En er stond ineens een zwaan midden op de weg. Op de snelweg. En die dacht ook van, die stond echt gewoon op de streepjes in het midden. Ik denk, fuck, nee. Maar die dacht ook van, mooie automobilist die mij hier wegkrijgt. Die bleef gewoon staan. Ja, inderdaad. Maar al die auto's eromheen, maar ik had een achtarme beestie. Ja. Want die wordt natuurlijk doodgereden. Kan niet anders. Nou ja, goed. Het zijn wel aparte dingen natuurlijk. En wij zijn er nou op zoek. Wat ben jij ooit onderweg op de snelweg of bij jou op de Ring in het dorp tegengekomen? Mag een voorwerp zijn, mag een persoon zijn, mag een geest zijn. Laat maar weten. SMS het eventjes door naar 3333. Wat ben jij ooit tegengekomen? SMS het naar 3333. Wijnand. Ja, ik zei het al eerder. Ik ben vorige week een oud verward mannetje op de Ring van Utrecht tegengekomen. Ik heb hem eraf gehaald en naar huis gebracht. En aan jou de vraag, wat ben jij ooit tegengekomen op de Ring, bij jou in het dorp? Het kan om mensen gaan, het kan om dieren gaan, het kan om attributen gaan. Laat het even weten, sms het door naar 3333 of bel even 0909-1336. Danny. Ja, goedemorgen. Wat ben jij ooit tegengekomen onderweg? Een kerstboom. Een kerstboom? Ja, op de A1. Het was slecht weer en ik wilde een vrachtwagen inhalen. En je kent wel dat ze zo'n hele watergordijn ernaast hebben. Ja. Dus ik rijd ernaast in dat watergordijn en in één keer zie ik iets voor mijn neus opdoemen. Ik schrok mij helemaal de tyfus. Ik dacht dat er een man op de weg stond of zo. En met het moment dat ik het zie, was het dus een klap en ik hoorde hem onder de auto doorgaan. Dus met de auto de vangrail in van, jongens, dit gaat niet goed. Oh. De vangrail de vluchtstrook op. En nou, ik loop onder vangrail alleen terug van, ja, ik denk, ik ben over iemand heen gereden. En nou, die persoon, dat was dus een kerstboom. Jeetje. Dat, was dat een kunst of een echte? Nee, het was een echte. En beschrijf hem even, hoe groot was dat ding ongeveer? Ja, wat zou het zijn? 1,5 meter. En zaten de ballen er nog in? Nee, er zaten geen ballen in. Er zat wel een kluit onder. Het was er gewoon eentje voor de verkoop? Dat was één voor de verkoop. We zitten wel ineens in de betere horrorfilmen met jouw verhaal, Danny. Niet te geloven. Nou, er komen nog sms'jes binnen. Dankjewel, Danny, trouwens. Ja, oké. Okay, fijne nacht, hè. Heel fijne nacht. Een Duitser op een tractor, gewoon op de autobahn, hè. Die halve gek schrok me kapot. Zat er bijna achterop. Ik ben ooit een vrouw tegengekomen die een epileptische aanval had op de weg binnen de bebouwde kom, 's nachts met mistig weer. Groetjes Dennis. Een brommer, een oude man die elke dag hetzelfde stukje rijdt tussen twee opritten. Nou, daar komt een hele hoop binnen. Als jij nou ook zoiets hebt van, hey, ik ben iets bizars tegengekomen onderweg, een attribuut, een persoon of iets anders, laat het eventjes weten. Bel 0909-1336 of sms jouw verhaal naar 3333. En dit is Coldplay 3FM. Fix You. Fix You, ja, dit is fantastisch mooi. Hey, we zitten midden in nachtgelul. Wat ben jij ooit tegengekomen onderweg? Dat mag om personen gaan, vreemde voorwerpen. Nou, sms'jes die binnenkomen zijn eigenlijk allemaal bizar. Op Stefan, na Stefan sms, ik ben ooit een nuchtere pol tegengekomen. Maar het is bizar wat er binnenkomt. Ja, hier. Het gekste wat ik ooit ben tegengekomen op de weg, in de nacht allemaal glimmende oogjes en zag van alles kruipen, maar ik kon op mijn brommer niet zien wat het was. Ik voelde ook van alles. Jeetje.
Ik hoorde 's middags thuis dat ze alle nertsen los hadden gelaten bij nertsenfokkerij. Stuikraten kijken als je daar rijdt, is het alleen maar van die lampjes, die ogen. Ja, het is vaak ook 's nachts waar het gebeurt, hè? Ja. Hier, nou nog eentje. Ik weet niet of het 's nachts of overdag is, maar dit is heel erg heftig. Iets minder leuke ervaring op de snelweg. Ik heb een keer een man van een brug zien doodvallen op de snelweg in de Ardennen. Heftig om mee te maken. Niet tof. Nee, dat kan ik begrijpen. Wauw. Weet je. En hier nog eentje. Ik ben op een provinciale weg met 140 kilometer een auto half op de weg en half op de strook met slip als gevolg. Ja, dat zijn natuurlijk heftige verhalen. Hey Nico. Ja? Jij hebt ook wat meegemaakt, hè? Ja, ik reed in België op een binnendoorweg en daar waarschuwde me al dat ik rustig aan moest rijden. Ik kwam net van een rotonde af. En ik doe heel stapvoets rijden en dan komt er eentje helemaal zo zat als ik weet niet hoe over de weg schoot. En ik stop en voor mij gaat hij gewoon liggen op de weg. Dat meen je niet? Ja. En ik bleef even wachten en hij bleef gewoon liggen en ik zet hem terug. En ik kom er omheen en ik rij er omheen en ik rij weg en ik kom draag de politie met vol zwaar licht aangereden. Zo, dus als jij niet goed had opgelet, is je er overheen gereden? Ja, er stonden wel te waarschuwen dat er iets aan de hand was, maar ik kon niet zien wat er gebeurde. En toen kwam hij aangewolkt. Hé, maar had je niet zoiets van ik moet stoppen? Ja, ik heb met hem gestopt toen ik hem daar zag. Oké, maar je bent niet naar hem toegegaan om te zeggen van doe eens even normaal? Ja, die praten Fransen. En en jouw Frans is niet zo mooi over de grens, wil je zeggen? Oui, très bien. Ah, oui, petit peu. Hey, en weet je iets over de afloop? Heb je ergens gelezen of die man er nog leeft? Ja, die leeft nog wel. Die is opgeluid door politie, hè. Ah, oh, gelukkig maar. Hey, bedankt voor je verhaal, hè. Maar dan sta je wel even eraan kijken. Die gaat ja, leven, nee, schrikken, ja, man. Inderdaad. Jeetje, bizar. Hey, bedankt voor je verhaal en rij voorzichtig, hè. Doe ik. Oké, okay, Nico, goeienacht. Hoi, hoi, hey. 3FM, goeienacht. Hallo. Hallo. Afdeling bizarre verhalen, kom maar door. Ja, nou, ik zat een keer op de autobaan bij Westrum op de A76 in Limbabwe. Mm-hmm. En op een gegeven moment in één keer kom wat aanvliegen. En een auto voor mij, nou, ik had een voldoende afstand. En die gaat in één keer in de ijzers. Ik had een wat oudere auto, mijn auto was wat langzamer. Ik pak hem links, rechts achter bij mijn linkse voorkant. En ik douw hem naar de linkerkant, ik blijf een beetje op mijn baan, op de tweede baan, en de vrachtwagen dendert nog langs ons. Mm. En wat was nou het geval? Op de andere baan, naar, zeg maar richting Maastricht, daar was de politie, daar waren zwanen op de autobaan, en die was de politie dus aan het vangen, CQ verjagen. Alleen ze hadden die zwanen, een stuk of 3-4, hadden ze verjaagd naar onze kant, en zodoende kwamen ze in één keer voor onze auto's. Ja. Het resultaat was dus net niet. Het was namelijk ook nog op de brug bij Wessem over de Maas. Dus dat we niet door de reling gegaan zijn de Maas in. En het resultaat was dus twee auto's stoten los. Ja, dat is heftig. Ik zei het net zelf ook al. Ik reed de afgelopen week naar Eindhoven. En daar stond dus ook gewoon ineens een zwaan op de weg. Dat ding staat er gewoon ineens in het midden. Ja, ja. Je hoeft maar één, want ik deed het zelf ook bijna. Je hoeft maar één rare beweging te maken aan je stuur te trekken of te remmen. En je bent eraan. Ja, nou dat is ook zo. En dan kan dus een flinke ravage tot gevolg hebben. Ja, en het enige voordeel is geweest van al dat gedreund, het heeft me geen no-claim gekost. Nee, maar even... Kan moeilijk die zwaan aansprakelijk stellen. Ja, nee, dat is ook zo. En de politie en dan alles. En in het rapport ook geschreven, één geluk was ook nog, de man die ik geknald had, die was zelf een verzekeringsagent. En dat zat dus wel in goede banen. Oeh. Het heeft me nooit no-claim gekost. Maar hoe is de rest eruit gekomen? Dat is allemaal wel oké gegaan? Dat is, we hebben duizend geluk gehad. Voor hetzelfde geld hadden we ook naar beneden gekieperd van de brug af, naar beneden gekieperd de Maas. Ja, dan had je nou niet aan de telefoon gehad waarschijnlijk. Nee. Maar dat zijn van die dingen die gebeuren. En wat ik zeg, af en toe heb je wel eens, men spreekt wel eens over een engeltje. Ja, op dat moment denk ik dat je wel een engeltje boven je gehad hebt, hè. Ja, die heeft op jouw schouder gezeten inderdaad. En het geluk is dus geweest, die vrachtwagen. Want als die vrachtwagen achterop ons geknald was, dan denk ik wel dat het een beetje heftiger geweest was, ja. Ja, nou, ik vind sowieso een heel heftig verhaal. Ja, ik, dus... Ik kan alleen maar zeggen, rij voorzichtig. Doe ik. En bedankt voor je verhaal, hè. Yo. Ja, dankjewel. Yo, hoi. You say